Deze film gaat over de totstandkoming van Huis van Hilde. Huis van Hilde is een bijzonder gebouw. Wij slaan er als provincie niet alleen de archeologische collectie van de provincie op, maar we ontvangen er ook het publiek. In november 2011 is besloten tot de bouw van Huis van Hilde. Huis van Hilde is uniek in Nederland omdat het de eerste keer is dat een provinciaal archeologisch depot ook publiek toegankelijk wordt. Het plan om het Huis van Hilde te bouwen is een jaar of 5 à 6 geleden ontstaan. Toen we aan de ene kant concludeerden dat ons oude pand Mercurius en Wormen dat veel te klein was geworden. En bovendien niet, het was verouderd, het voldoet niet meer aan de technische eisen van vandaag de dag. Maar de andere aanleiding was eigenlijk dat we steeds meer erachter kwamen dat er behoefte was aan een plek waar het grote publiek ook de archeologie en de archeologische vondsten kan bekijken en de hele geschiedenis kan beleven. We hebben een nieuwe database pas geïnstalleerd, waardoor we straks de mogelijkheid krijgen om alle documentatie, dan hebben we het over 50.000 tekeningen, 25.000 dia's en vele meters archiefmateriaal, moet ik zeggen, om die te digitaliseren en die straks dus via een internettoepassing ook toegankelijk te maken voor alle belangstellenden. Wat hier aan heel bijzonder is, is dat we niet aan de ene kant alleen maar heel mooie vondsten in lades verstoppen, maar dat we dat uiteindelijk ook zichtbaar maken voor een breder publiek. Zichtbaar maken als het gaat om onze gezamenlijke geschiedenis, waarbij alle vondsten ook iets meer vertellen over de rijke historie van onze provincie Noord-Holland. Huis van Hilde heeft een bijzonder ontwerp gekregen. Het moest niet alleen geschikt zijn om de archeologische collectie op te slaan, maar het moest ook passen bij de omgeving. Het ligt vlak bij de duinen van Castricum. Aan de hand van een heleboel archeologische plaatjes hebben we gezien dat in de vroege middeleeuwen ter plekke, want het is een heel historische plek waar de oerij naar buiten ging, naar de zee, dat daar heel veel boerderijen waren. En dat waren van die lange boerderijen waar de mensen in wonen met hun vee. En die heeft een hele karakteristieke vorm, zo'n boerderij. Die vorm hebben we gepakt, dat dak hebben we gepakt. Dat hebben we 70 meter lang over dat duinlandschap wat we opnieuw gemaakt hebben neergezet. En dan kun je als architect natuurlijk in de val lopen om dat letterlijk weer een soort reconstructie te maken. Maar we hebben een vertaling naar de moderne tijd gegeven. Vlak nadat het begonnen was met de bouw, is het concept voor de tentoonstelling ontwikkeld. Wat is nou het verhaal dat we in Huis van Hilde vertellen? En welke vondsten vertellen dat verhaal het beste? De objecten moesten worden geselecteerd. En in sommige gevallen moesten ze nog worden gerestaureerd en klaargemaakt voor de tentoonstelling. Wat we bij de inrichting van het depot vooral voor ogen hadden, is dat ten eerste mensen verwonderd worden. Omdat we denken dat je vanuit verwondering en verbazing sneller geneigd bent om meer te willen weten. En ten tweede wilden we laten zien dat archeologie eigenlijk een hele moderne tak van wetenschap is. Die heel professioneel is en vandaar dat zeg maar de dingen die we ontwikkeld hebben er heel modern en gedegen uitzien. Maar tegelijkertijd dat we ook wel veel aan de verbeelding van de bezoeker overlaten. Wat wij nu in beeld hebben is het grootste depot van het Huis van Hilde. Daar wordt nu de laatste hand gelegd aan de dakvloer. Daarnaast deze kant op zijn de wat kleinere depots voor metaal, hout en papier. En dan hier in het midden deze grote open ruimte.
Dat wordt de tentoonstellingsruimte. Daar komt een grote koepel op. En in die tentoonstelling komen de meeste figuren en de kano's en alle spullen die in de loop der jaren gevonden zijn en de moeite zijn om te laten zien. En daar helemaal aan de linkerkant is het kleine depot, ook weer voor de opslag van alle belangrijke vondsten. In Huis van Hilde laten we zien dat het belangrijk is om archeologische vondsten zorgvuldig te bewaren. Zo is het mogelijk om die vondsten steeds opnieuw te onderzoeken. In Huis van Hilde hebben we gebruik gemaakt van de meest recente wetenschappelijke technieken, zoals isotopenonderzoek en DNA-onderzoek, zodat we kunnen vertellen over de mensen die in Noord-Holland hebben geleefd. De provincie van Noord-Holland heeft mij de afgelopen jaren wat vaker ingeschakeld, omdat op het moment dat er menselijk botmateriaal wordt gevonden, dan willen ze meer weten van die personen dan alleen hoe oud ze waren of hoe lang ze waren of dat ze ziek en gezond waren. Met het isotopenonderzoek wat wij hier doen, kunnen we kijken waar die mensen vandaan komen. Zijn ze geboren daar waar ze overleden zijn? En wat hebben ze nou precies gegeten? Was het vooral vlees, was het vis of was helemaal geen vlees en vooral plantaardig materiaal? Als je DNA onderzoekt, kan je daar heel veel informatie uithalen. En het is niet zo dat wij voor elk onderzoek alle DNA onderzoeken, maar we kijken naar welke vragen er zijn bij een skelet en daar gaan wij mee aan de slag. Maar je kan bijvoorbeeld kijken naar het geslacht van een skelet. En als je een volwassen persoon hebt, dan kan je aan het skelet wel zien vaak of het een man of een vrouw is. Maar voor kinderen kan dat niet. En het kan natuurlijk heel interessant zijn om toch te weten of het een jongetje of een meisje is geweest. Centraal in het verhaal dat we in Huis van Hilde vertellen over de geschiedenis van Noord-Holland zijn de mensfiguren. Dat zijn echte mensen die in Noord-Holland hebben geleefd. Zij zijn gereconstrueerd. Daarbij is niet alleen gebruik gemaakt van wetenschappelijke kennis, er kwam ook veel handwerk bij kijken. De mensfiguren zijn voorzien van de juiste sieraden, accessoires, kleding en wapens, allemaal uit de tijd waar zij aan leefden. De mensen vragen zich natuurlijk af in hoeverre dus een gezichtsreconstructie echt lijkt op het originele persoon. En nou, ik moet zeggen, dus het geheel, dus de gehele vorm van het gezicht en zeg maar de plaats van de ogen en de plaats van de mond en de vorm van de neus, dat klopt allemaal. Maar details die zijn moeilijk te achterhalen. Want stel dat je weet waar dus de mondhoeken staan, hoe dik de lippen zijn. En zelfs je weet misschien een beetje hoe de vorm van de lippen is, dan nog kan je zeg maar 5 verschillende monden erop boetseren. En dat is dus... dat is dus een mate van onnauwkeurigheid die erin zit. De ontvangst van het publiek in een centrum als Huis van Hilde, dat is een vak apart. Daarvoor is de provincie een samenwerking aangegaan met een externe partij.
Wat wij vooral willen is dat dit een levend huis voor de archeologie en de geschiedenis van Noord-Holland wordt. En daar zullen wij alles aan doen voor iedereen die er ook maar op dat vlak enige belangstelling heeft of heel veel belangstelling heeft, zich hier thuis te laten voelen in dit huis van Hilde. We vinden het belangrijk dat mensen de weg weten te vinden naar Huis van Hilde. Daarom is hard gewerkt aan de bekendheid van het centrum. Lang voor de opening zijn oude en nieuwe media ingezet om mensen nieuwsgierig te maken. Om Huis van Hilde in de markt te positioneren en om een beetje bekendheid te geven aan Huis van Hilde, hebben we eigenlijk al heel veel activiteiten gedaan. We zijn begonnen met de onthulling van Kees de Steentijdman in West-Friesland. Dat was een heel groot succes. Maar daarnaast hebben we ook nog hele andersoortige activiteiten gedaan. We hebben ook een lezing gehouden voor studenten van de UvA. We hebben nog meer mensfiguren zoals Brecht van Alkmaar onthuld. En met al die activiteiten hopen we dat Huis van Hilde een beetje een basis heeft gekregen als een toekomstig nieuw museum in Noord-Holland. Alle publiciteit en aandacht rond Kees de Steentijdman, ja, was voor ons eigenlijk toch ook wel een verrassing. We hadden wel gedacht dat het wel dat mensen het wel leuk zouden vinden, maar dat het duizenden bezoekers zou trekken naar het West-Fries Museum en dat Kees de Steentijdman in De Wereld Draait Door zou gaan optreden, dat hadden we eigenlijk toch niet verwacht. Dus ja, dat is ontzettend leuk als je ziet wat de communicatie-inspanning dan oplevert. Ja, wij denken dat het Huis van Hilde echt in een behoefte gaat voorzien. Een leuke anekdote is bijvoorbeeld een paar jaar geleden toen werden we opgebeld door een leraar geschiedenis van de middelbare school. En die zei, die was bij een tentoonstelling geweest over de archeologie van Noord-Holland. En die zei, goh, het is toch wel heel bizar. Ik heb 30, 35 jaar lang heb ik voor de klas gestaan en mijn leerlingen verteld over de Egyptenaren en de Grieken en de Romeinen. Maar hij zegt, ik kom er nu achter dat dat soort oude periodes en dat soort vondsten en culturen, dat eigenlijk ook in onze eigen bodem verborgen ligt. En dat heb ik nooit geweten. Hij zegt, wat jammer dat ik dat niet wist. Dan had ik mijn leerlingen iets kunnen vertellen over onze eigen geschiedenis en de mensen die geleefd hebben op de plek waar wij nu onze weilanden en dorpen en wegen hebben. En dat was toch wel een heel mooie aanwijzing voor ons om het verhaal nu eens even helemaal compleet hier in het Huis van Hilde te gaan vertellen over de fascinerende geschiedenis die hier gewoon onder onze voeten in de bodem zit. Huis van Hilde is nu open. Huis van Hilde is niet alleen een plek waar het verhaal van de Noord-Hollandse geschiedenis wordt verteld. Het is ook een ontmoetingsplek. Een plek waar mensen komen om hun kennis te delen en zo het verhaal van de Noord-Hollandse geschiedenis nog completer te maken.